Ja, dat lijkt me inderdaad een groot voordeel van zo'n ColorView-camera dan. Dan hebben we natuurlijk ook oplossingen voor binnenkomst en uitgang. Want in de logistiek center zijn er nou eenmaal veel vrachtwagens die het terrein op en af moeten. Ja, nou, wat wij doen, we hebben een under vehicle scan system en vehicle access management. Dat komt in feite neer op toegangscontrole voor auto's met kentekenherkenning. En we kunnen ook onder de auto's scannen voor nog een extra laag veiligheid. En dat laten we zien in de volgende slide. Ja. Zie je hem komen of gaat dat vast? Oké, okay, ja. Ja, er is wel iets vertraging, merk ik. Ik merk het Maar inderdaad, dat maakt ja. niet uit. We hebben natuurlijk de ANPR-oplossing met kentekens. Met andere woorden, er staat een kenteken die registreer je in ons systeem in HIC Central. En op het moment dat het kenteken wordt herkend en het is goedgekeurd, dan gaat dus automatisch de slagboom open. We hebben natuurlijk een blacklist en een whitelist. Nou ja, de whitelist is eigenlijk de kentekens die je registreert en die zijn goedgekeurd. En blacklist zijn mogelijke kentekens die jij niet naar binnen wil hebben. Stel dat er altijd iemand is die 's nachts een auto op jouw trein parkeert en dat wil je gewoon niet hebben. Dan kan dus een blacklist een optie om het allemaal te automatiseren. En natuurlijk hebben we dat allemaal in één overzichtelijk platform. Ja, inderdaad. Een hele makkelijke oplossing. En dan hier ook de UVSS. En wat zien we nu? Ja, wat je ziet is in dit geval komt er een auto voorbij. Het gaat ten eerste over het UVSS-system. Dat is een Under Vehicle Scan System. Wat het dus doet, dat zie je eigenlijk linksonder. Het maakt een scan van onder de auto en matcht die met het kenteken. Wat even belangrijk is om te weten, dat moet je eenmalig doen om het te kalibreren, oftewel om eenmalig een goede foto aan de onderkant te maken, want dat is namelijk het referentiepunt. En op het moment dat er dus die scan wordt gemaakt, wordt er gelijk een link gemaakt met de kentekencamera. En op het moment dat dat dus correct is, dus met andere woorden, de kenteken is goedgekeurd en onder de auto matcht met wat het zou moeten zijn in lijn met de kenteken, dan gaat het systeem open. Ja, en daar hebben we volgens mij nog wat bewegend materiaal van ook hier. Ja, dat klopt. We hebben een vaste oplossing namelijk en een mobiele oplossing. En die worden toegelicht in dit filmpje. Zoals je ziet, ook bij douanes en grenscontroles. Er is eerst een loop, die herkent natuurlijk dat er een auto staat. En vervolgens kun je die uitrollen. Dit is dus de vaste opstelling, die plaats je in het wegdek. Je hebt dus de speedcamera en de camera die zo'n beetje de foto's maakt. Men komt aanrijden en onafhankelijk of ze nou bijvoorbeeld 5 of 10 km per uur rijden, het systeem herkent dat, het herkent de snelheid en past dus ook de flitsperiode aan, zodat je altijd een goed beeld hebt en dat er altijd dat referentiepunt gemaakt kan worden. Nou, wat je dus ziet, het kenteken is gelezen, een rapport bevonden, wat er onder de auto gebeurt ook, dus het systeem gaat open. En in dit geval zien we dus de mobiele oplossing. Nou, zoals je ziet, het is ietsjes versneld, maar je bent echt in 10 minuten klaar. Je zet het op. Uit de doos zit er gelijk een monitor in. Dit is dus de mobiele oplossing. En dan werkt het in feite hetzelfde. Dus er wordt een scan gemaakt onder de auto met het ANPR-systeem en de slagboom gaat open. Ja, ik denk zeker het feit hè, met die mobiele oplossing dat je niet de grond open hoeft te breken, dat het vooral in heel veel gevallen een groot voordeel kan zijn. Even Absoluut, ja, kijken. helemaal waar. Dan hebben we nu de voertuigmonitoring en de slimme tracking. Ik denk dat het ook niet onbelangrijk is in zo'n logistieke setting. Juist. Wat je wellicht zou willen doen in een logistiek centrum, is natuurlijk mensen volgen die op een bepaalde route rijden, of wellicht zelfs in een voertuig iets kunnen meten vanwege de veiligheid van je personeel of van de vrachtwagenchauffeur. Zou je dat willen monitoren? En dan hebben we dus verschillende oplossingen daarvoor. Ja. En dan zien we hier natuurlijk ook aan de binnenkant, want ja, die chauffeurs, er zijn al eenmaal veel vrachtwagens, die zijn vaak op de weg en die moeten ook veilig zijn. Juist, dus wat we hier zien is een mobiele oplossing. Dat is een mobiele NVR, die wordt geplaatst in de vrachtwagen. En op het moment dat er natuurlijk beelden zijn, dan worden beelden gekoppeld aan die mobiele NVR. Die zenden 3 of 4G uit en dat komt dus binnen op een centraal punt. En zodoende kan er altijd worden meegekeken om de veiligheid te
kunnen waarborgen. Er is ook een paniekknop, dus mocht er echt iets zijn, kan er op die knop worden gedrukt en dan heb je gelijk de beelden. En ja, dit is dus met name ook wat ik eigenlijk aan het begin zei, dat je een kamer kan zetten waar je normaal gesproken je spullen, je goederen uitlaat. Ja. Dat kan dus allemaal ook gemonitord worden met een RFID-systeem. Dan heb je in feite ook dat stuk. Dus dat is niet alleen de veiligheid, maar ook gewoon een stukje controle van hoe gaan de pakketten, heb je dan gewaarborgd. Ja, inderdaad. Ik denk dat het heel mooi is natuurlijk dat we hiermee die dode hoeken voor vrachtwagens een beetje af kunnen vangen, want daar gebeuren nou helemaal ongelukken mee. En ja. Het feit dat die camera's specifiek zijn ontworpen om opgehangen te worden in bewegende voertuigen. Dat maakt het wel heel sterk, ja. Ja. Dan zien we hier PTZ Smart Tracking. En waar kijken we nu naar? We hebben natuurlijk de Smart Tracking. En wat we dus zien is dat als er bijvoorbeeld een bepaalde zone wordt ingesteld, dat je alleen maar mensen wil volgen of alleen maar auto's, dat je dan gelijk een onderscheid kan maken tussen ik wil alleen de auto volgen op het moment dat er ook een mens door het beeld loopt, of andersom. Dat maakt dus dat het systeem slim is, dat het zelf die analyse kan doen. Maar wat we ook zien is bijvoorbeeld bij lichtflikkering, van bijvoorbeeld straatverlichting, dat wou vroeger nog wel eens een trigger geven dat het systeem zei, hé, hier beweegt iets, want de pixels veranderen. Ja. Dus daar ging die inzoomen. Maar bij smart tracking is dat dus niet het geval. Dat maakt hij zelf het onderscheid. En dan heb je dus een veel accurater systeem, veel minder valse meldingen. Ja, ik denk inderdaad een mooie upgrade over de traditionele vormen van dat tracken van mensen op voertuigen dus. Nou, we hebben allemaal verschillende datastromen die zowel van binnen als buiten het logistieke centrum binnenkomen. En die moeten gemanaged worden. En daar zitten we denk ik voor in de control room. Juist, wat we hier dus zien is een control room waar alle verschillende meldingen binnenkomen. Je hebt zowel een video wall, alarm management en eigenlijk komt alles samen. Aanwezigheidsregistratie door middel van toegangscontrole. En hier kan eigenlijk in feite heel je systeem geregeld worden. En dan duiken we daar even wat dieper in. Ja, dus hier zien we de videowall. En wat kunnen we precies met die videowall bereiken? Nou, een videowall die kan natuurlijk verschillen in grootte, in het aantal schermen, 4 schermen, 16. Je hebt ook veel grotere schermen. En afhankelijk van de schermen hebben we natuurlijk decoders die daar perfect op aansluiten. En je kan dan beelden genereren zoals je nu ziet in het videootje, hoe je dan ook wil. Dus je kan ze in een specifieke tegel zetten. Meerdere beelden per tegel. En kan je dus het eigenlijk helemaal compleet inrichten zoals de operator dat wenst of wat de beste behoefte is. En zodoende kan je dus goede overviews creëren. En wij kunnen zowel die LED-screens leveren als de encoder en natuurlijk de software. Dus je hebt een complete oplossing mocht je dat nodig hebben. Ja, en ik denk zeker voor die controlekamers, er zijn zoveel verschillende datastromen die ze moeten monitoren, die ze moeten beheren. Ja, een grote videowall waar alles zichtbaar op is, dat helpt natuurlijk wel. En dan zien we hier weer een voorbeeldje van met het videomanagement systeem. Correct. Wat je dus hier ziet is dus eigenlijk weer het centrale punt waar alles samenkomt, dat heet Hick Central. Maar voor een logistiek platform is het wellicht interessant natuurlijk dat je al jouw processen vanuit dit systeem kan regelen. Op één locatie, maar ook decentraal op meerdere locaties. En je kan mensen, of tenminste, je kan je shipments kan je volgen op de e-maps, je kan je leveringssysteem kan je goed monitoren. Je hebt in feite alles samen in één pakket. En dat komt dus samen in de Hick Central. En voor de logistieke sector is het natuurlijk altijd een ding om jouw veiligheid te waarborgen, maar ook je proces te waarborgen. En dat kan natuurlijk allemaal in één VMS-systeem. Ja, en naast de video natuurlijk alarmen voor als er wat misgaat. En volgens mij komt dat ook hieruit. Correct, als we dus, zoals je net zag, de peren, de bijvoorbeeld dat er een alarm wordt gegenereerd of je perimeter wordt gebreached, dus met andere woorden die omheining wordt gepenetreerd, komt dat in een alarmlijst, komt gelijk het beeld bij. En op een plattegrond kun je terugvinden waar precies dat beeld is gegenereerd. Dus ook op dat opzicht, vanuit een security perspectief, een volledige oplossing. Ja, en dan hebben we hier nog een video, even als afsluiting van ons eigen stuk. En dan ook een Cognify natuurlijk. Ja. Waar we zien wat we nou kunnen met die hele logistieke oplossing. Ja, dus wat we hier zien is in feite een complete oplossing die door ons is gefaciliteerd. Dit is een user case in China. Wat je hier ziet, is je ziet natuurlijk allemaal robots die automatisch worden aangestuurd. Ik kan me zo voorstellen dat dit een beetje het Walhalla is van een logistiek centrum, waarin de robotjes door elkaar vliegen. Allemaal autonoom, dus zonder aansturing.
aansturing. Ze weten waar ze heen moeten en zo wordt alles gesorteerd. En wat je ook ziet, je ziet onze producten voorbij komen met de scanningsmethode. En zo wordt elk pakketje goed bijgehouden naar een bepaald punt. En daar is dit een perfect voorbeeld van hoe innovatie zou kunnen werken. Uiteraard, elk logistiek centrum heeft zijn eigen wensen en eisen. Maar zo is het hoe wij het hebben ingericht in deze user case. Ja, nee, dat is inderdaad wat je zegt natuurlijk. Hè. Het is, ieder logistiek centrum zal anders zijn, maar weet in ieder geval dat de mogelijkheden er zijn dat de apparatuur er is. En dat het dus allemaal gekoppeld kan worden in één alomvattend systeem. Ik denk dat we het zo mooi kunnen zeggen. Ja, oké. Okay. Dan dank je voor dit verhaal in ieder geval alvast, Robin. And I'll be switching to English now then. And I hope Alara is still with us. Alara? I'm still there. I didn't get to sleep. So. Luckily, our Dutch mumbling and rambling didn't put you to sleep. That is good. Okay. Good. Okay, yeah. I'll give the word to you now. Okay, thank you very much. And before I start with the details about the products, I first of all would like to introduce or give a small introduction regarding Cognify. As everybody knows, we were CTEC was in the ONSI group together with ONSSI. So two different companies with a not corporate organization. With the acquisition through Cognify, we are now one organization, and with one complete administration, one development department. The headquarters are in the United States, New York, and Bruchsal. This was former the headquarters of CTEC. Bruchsal now today is a development hub, and in Bruchsal, the former CTEC products, which still exist, of course, are developed, manufactured, and whatever serviced in Bruchsal. And other departments like in New York or in Ralana, the American products are developed and serviced. So, which products do we have? Or, I mean, how are we positioned so far? Today, we are a global player. As I mentioned, headquarters in the United States and development in Germany and Israel. We have sales and support offices throughout America, EMEA, and APEC. And we are worldwide 300 employees. And we are a solution provider of enterprise class video and incident management solutions. And of course, video analytics. We understand and fulfill the specific requirements of different industries. Through that, we have developed the BVI module, which I will explain later on. So which products do we have in Cognify or in the product line of Cayuga? Mm-hmm. We one time have the Cayuga video management software. I hope a lot of participants know it already. Then we have the BVI, the process visualization software. And this contains also the logistic module, which I will tell more about later on. And then we have the umbrella solution. This is a system platform management. With this, you can manage and monitor independent Cayuga VMS installations centrally. Mm-hmm. This is often used by companies which have several Cayuga installations worldwide and one central point regarding control of everything. Thank you for switching the sheet. I've directly go into in medias res. No, back, please, oh, back. I didn't not finish so far. I first of all want to introduce Cayuga. Cayuga, the video management software. With Cayuga, you have one time the core software. In this core software, all the different intelligences are combined. There you have the management recording server, also the storage system, and the integration of IP cameras like Hikvision cameras. A lot of different models of Hikvision, of course, are integrated in Cayuga. The multi-solution platform says that you have the possibility to combine different modules to your individual solution. So by adding, for example, different types of access options, like tablets, smartphones, or you need also Windows clients. Mm-hmm. Then we also support video analytics. We have our own video analytic server-based solution, but also, of course, support the edge-based analytics
also the edge-based analytics from Hikvision, of course, where we have different types of solutions already realized. Also the license plate recognition. We have two types, one time server-based and one time with a dongle-based. We have counting applications and also heat mapping applications integrated in Cayuga. Interfacing, very important issue today. We have integrated intercoms. We use a SIP standard for that. We have a common interfacing solution where we can add different types of access controls, intruder and fire alarm systems, and of course also building management. But the main part today is the process integration. With the BVI module, we are able to integrate ERP and warehouse management systems. Of course, also other systems. Oh, I just get a call. Of course, other systems like ATMs or cash counting machines. We are very strong also in POS in retail market, where we have the integration of cash systems. Okay. Next sheet now, please. Yeah. Okay. What sets the Cognify BVI solution apart? It's very flexible. Cayuga and BVI is a pure software application, and we need Microsoft Windows for that. This gives you the possibility to work with the standard IT components and for complete infrastructure and thousands of IP cameras. For example, a lot of IP cameras, as I mentioned, with Hikvision. And with Hikvision, we really have a very intelligent integration, individual integration also. We call that smart driver. With a smart driver, you are able to use the newest type of Hikvision camera with an older release of Cayuga. So you're always up to date regarding the camera hardware. The software itself is scalable. So if you have extensions needed, you just have to add a new license key, and you get the new features. And of course, also can add an additional camera channels to the complete system. So you have a really easy possibility to update and administrate the system. Then Cayuga is, a very, very important issue is the fact regarding security. Hmm. With each release, we always add the additional needs regarding security, especially regarding cybersecurity. Mm-hmm. And we meet all these new regulations of GDPR. As I mentioned, CTEC or former CTEC, now Cognify, we are based in Germany, and in Germany you have really strict rules regarding privacy regulations. Mm-hmm. And so you can imagine that we meet all these regulations with each new release. So you can be safe about that. Okay, mm-hmm. Next sheet, please. I'm now going to to BVI. As I mentioned before, we have several possibilities to add business processes or to combine business processes with video. With this logistic module, we concentrate ourselves on the different types, forwarders, warehouse, and CEP providers. Examples from forwarders, for example, is Kuhn & Nagel, in Germany, Hellmann, known, I think in the Netherlands also known, Daxa. These are the typical forwarder companies, and the main issue is to track the inbound and outbound, and track pallets, how they are moved in this distribution hall. Then we have warehouse applications. This is a situation of pick and pack, and the return situations in the warehouse. Examples for that are Amazon, Zalando, and any kind of distribution or warehouse company in the Netherlands. Maybe you have one or the other example. And then the CEP provider. These are the big companies like DHL, FedEx, DPD, and Transoflex. Transoflex. I hope you know Transoflex, because with Transoflex, we have one very nice reference with Hikvision, where we have in Cologne and in Nuremberg, a lot of installations or installed Hikvision cameras combined with BVI and Cayuga. Also, one example may be forwarding companies. A very nice solution from Hikvision is a 360 degrees camera, because position the camera centrally, like Robin showed before in his presentation, you really can surveil a big area in a hall with a 360 degree camera. Very good solution for these kinds of applications. Okay. Next sheet, please.
now I want to explain a little bit how BVI works, but maybe just go through it complete so you have each situation. We have one time have the video data, and these video data are combined with process data. The video data are produced by made by Cayuga, and the process data, these can be systems, ERP systems of a logistic company, of a warehouse company, of a CEP company. So these data contain things like delivery route number, barcode, article number, and so on. And then very important issue also is location information. There you can use systems like your RFID system, where you can find out the position of exactly of a pallet, of a parcel. And normally today, the useful way is a positioning scan. So when a parcel or when a pallet is unloaded at the gate, at the gate you have a barcode, and that before it's unloaded, the position is scanned, and the system knows where the pallet is at the moment. With a BVI module, with a BVI client, we synchronize these informations. So we take the video data with the location information and the process data and find exactly the image where, what we are looking for. And the timestamp is the reference in this situation. We visualize that, and then of course you have the result or the result, and can show exactly what happened and prove any kind of, show what happened during the transfer of risk. The transfer of risk is documented exactly by video in the archive. And this information, these export informations, are usable at court because they are, in a special format where nobody can read it. Oh, okay. Okay. Yep. Next sheet, please. Now I come to the different pain points. Pain points of a logistic company are, for example, at the, just go through this. It's maybe probably the best solution. Yep. The inbound and outbound at forwarders, for example, all the situations are documented on video. So for example, if a customer claims, hey, I received a pallet and one box was missing, with a BVI solution, the forwarder can prove immediately, hey, when it came in, this package already was missing, so this was not our fault. So the complete way of the pallet from inbound to outbound is documented on video. Same, a shipment is suddenly gone. You don't find it in the hall anymore. This situation often happens if there's a collecting transport, a truck which collects all the different pallets in an area, in a town, and brings it to the forwarding company. And there you have destination areas where these, where it's distributed in other areas. And then, for example, one area is full, so the forklift driver doesn't know where to put the pallet. He puts it somewhere in the hall. And if you can imagine how big these halls are, it's very hard to find it very fast. With the BVI solution, you find it very fast just by inserting the barcode. Mm-hmm. And then you immediately find through the timestamp, find the situation where it came in and where it was positioned afterwards. Then regarding picking and packing, the clear transfer of liability in the case of picking and returns. Example here, the situation, a company, somebody's ordering something from Amazon or Zalando, and the customer receives the package and claims, hey, the iPhone which I ordered is not in the cardboard box. So all these situations can be documented by video just by adding or inserting the barcode or the delivery note number or the article number. You immediately find the situation when the packing happened. Same with returns, to prove that everything was, or the condition of the box, and of course what was in the box when it was returned. Yep. Then also reduce and clarify the misloading situation. I mean, there are several possibilities. As bigger and logistic hall is, as more realistic it is, or can happen that the misloading will happen. So with this situation also, you can really reduce and clarify these types of mistakes.
then also damages and reduce the cost, because often it's like that. If the customer claims, hey, I received a package and it was broken, it was damaged, often the forwarder is claimed or the CEP company is claimed. But if they really can prove that the damage didn't happen at their distribution center, they save a lot of costs. So this is one pain point, what they really have. This is one of the most claimed failure regarding logistics in the supply chain, damages and loss of goods. Then, of course, optimize processes and improve the quality. How is it stocked? Is it damaged? How are the ways of the forklift drivers? Do they damage during the driving through the hall, and so on? Also, the safety of the workers in a distribution hall or in a forwarding hall, you really can clarify or lower the risk of damages, and of course also clarify the responsibilities. Then part of this logistic part is security. And security, we have a lot of installations in the meantime with Hikvision regarding security. And more will be possible now with the logistic part, of course, because in this area there are a lot of opportunities. And important thing there is to fulfill quality standards. And one quality standard in the logistic industry is TAPA. And we have a lot of installations where this was necessary, but with Cognify, Cayuga, and BVI, we meet all the requirements regarding TAPA. Okay, this was from my side. I tried to keep short and to hurry up, because you said I don't have very much time. In case somebody wants to have more details, in case you have questions or whatever, I'm happy to give my phone. No problem. Alaris. There are two questions in the Q&A. One second, Nico. I'll have a couple of things more to add. So if Alaris can stay around for 5 or 10 more minutes, then we'll answer all of the questions in the Q&A session. Okay. So, but like we already mentioned, so Cognify was the end part, of course, of the webinar itself. So we've transmitted all the information we want to transmit. Hopefully everyone learned something again today. If you want to stay up to date with everything we are doing locally in terms of these webinars or any other kinds of events, you know, go to the LinkedIn page. If you want more information about this entire solution, send an email to info.bnl@hikvision.com. And our YouTube account, of course, has a lot of interesting videos to show. So Nico already mentioned it just now. There are some questions. And I think I need to, okay. So I see a question here, and I think that's for you, Alaric. When is starting the enroll course of the Cognify Cayuga? What is enroll course? I'm afraid I don't know. apologies, Michiel. Could you rephrase the question? Because I'm afraid we don't really understand. And in the meanwhile, of course, if anyone else has any other questions. Okay. Just a course of training. We will have an online training starting and next week. Okay. So, but if this is in German next week, if there is training needed in English, no problem either. It's just a question of organization. But we have organized now webinars where we have the training for Cayuga in 4 steps. Okay. So available. And there is another question: can it also integrate it with Vision Hub or the NICE Vision software? For your information, for all the others, Vision Hub and NICE Vision is our products from Cognify, which, and this is also available in near future here in Europe. So far, we have no integration, or BVI is not integrated with Vision Hub or NICE Vision. If it's planned, today only the
combination Cayuga and BVI is possible. Okay. I don't see any other questions at this moment. Is there anyone else who has a question? You can ask it in the chat, of course, or in the Q&A session. I will dismiss these later. If there is nothing else right now, of course, feel free to send either Alaric or send us an email if you have a question about anything. And I think we're nearing the end of this webinar then. I see we're running late a little bit again. Apologies for that. But with the added value, of course, of our technology partners here, we have a lot more information to share with you. So I hope everyone is still finding this very interesting. We do, at least. So we hope you do as well. Thank you, Alaric, for joining us here today. I think you had a very interesting talk. Very interesting to see what Hikvision and Cognify can achieve together, of course. And yeah, thank you. Thank you also. Okay. And you as well, Robin, as always, thank you for being here. Next week, we will have another webinar that will be on Friday. Wait, let me back up one step. On Tuesday is the French session. And I'm going to switch back to Dutch now for a second. Bijna helemaal vergeten dat dit gewoon in het Nederlands kan. Dinsdag is dus de Franse versie van deze presentatie nog een keer. En vrijdag gaan we weer door met het volgende onderwerp. En dan gaan we het over bouwbeveiliging hebben. En dan specifiek over mobiele bouwbeveiliging. En ik denk dat dat nu al een hot topic is, ook op dit moment. Zeker omdat de bouw natuurlijk gewoon doorgaat. Dus beveiligingscapaciteiten zijn nog steeds benodigd. Kijk dus zeker volgende week vrijdag. Mochten jullie meer informatie willen, mochten jullie de presentatie willen of graag een nieuwsbrief willen ontvangen en ontvang je die nog niet, stuur dan zeker even dat mailtje naar info.bnl@hikvision.com. Robin, jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. Oké, en dan tot ziens. Tot ziens, dag. Bye bye. Bye bye, thank you, Alaric.